DJ, ik zal zijn achternaam niet noemen, maar DJ die vroeg, is het een goed businessmodel om domeinnamen te claimen van artiesten en die dan door te verkopen? Het is absoluut een businessmodel om domeinnamen van iemand anders te claimen en dan aan diegene bijvoorbeeld door te verkopen. Alleen het is een klein beetje, eigenlijk is het heel erg vies. Het is niet netjes om op die manier je centen te verdienen. Je kunt er zeker geld mee verdienen, maar je kunt er ook rechtszaken mee krijgen. Ik moet heel eerlijk zijn, toen een jaar of 7 geleden, ik had heel veel domeinnamen. Ook van heel veel bekende mensen. Ik had toen een tijd dat ik ook DonaldTrump.nl bijvoorbeeld. Deed best wel goed met AdSense. En op een gegeven moment kreeg ik een brief van Donald Trump uit Amerika. Ik heb hem nog wel ergens liggen. Niet van hem persoonlijk natuurlijk, maar van zijn legal mannetje. En als ik niet snel eraf haal, dat $250.000 of zoiets boete was. Dus, en ik heb veel meer domeinen. En ik ben daar een jaar of 7 of zo geleden ben ik daarmee gestopt. Het is gewoon een klein beetje vies. Dan verdien je geld over de rug van iemand anders op de verkeerde manier. Is niet zo netjes. Dus ik zou het niet aanraden. Je kunt er wel geld mee verdienen, maar ik zou het je zeker niet aanraden. Bedankt voor je vraag, DJ.